Wonder boven wonder bleven de inzittenden van deze auto ongedeerd in de nacht van zondag op maandag op het Nijmeegse Kwakplein. De auto reed op de Nassau-singel en sloeg af richting Tunnelweg, volgens een ooggetuige op zeer hoge snelheid. In de bocht ging het mis. De auto knalde tegen de stoep, ramde een verkeerslicht omver en sloeg over de kop. Het was weliswaar een harde klap geweest, maar de twee inzittenden hielden er dus niets aan over. De kruising werd deels afgesloten om alle rommel op te ruimen en de auto weg te slepen.